Yo, what up YouTube? Daar gaan we olie verse, olie filter vervangen, boutje en luchtfilter vervangen en open luchtfilter. En daar ga ik even meenemen hoe je dit doet. Ook het verschil is met de open luchtfilter en een normale filter. Eerst ga ik even de motor warm laten lopen, zodat de olie wat makkelijker. Zoals jullie zien. Die laten we even lopen. Dan zijn we zo terug. Oké, nu gaan we proberen deze oude high-flow filter los te maken. Die dat in hemels. Zo deed je dat. Dit is trouwens ook de eerste keer dat ik zelf mijn olie ooit ga verversen van een machine. Zoals jullie zien heb ik deze nou opgedraaid. Wat ik wel even heb gedaan is voordat ik heb opgenomen is wat olie, nieuwe olie, over de rand heen gesmeerd.
zodat hij de volgende keer makkelijk loskomt en zodat, zodat de rand goed is ingevet of ingeolied. Dan heb ik ook nog een nieuwe dop besteld. Met een magnetisch puntje en een nieuwe ring. Zodat alles netjes afsluit. Sommigen zeggen dat je ook hier de O-ring van moet vervangen. Dat is maar even zeggen, niet zo heel goed. Kijk, die schakel weer weg. Dus we gaan hem bijvullen. Wat ik altijd nog doe, ik leg er een nieuw stuk karton onder. Alles is droog. Om te checken of niks meer lekt. Nou, dan hebben we hier een luchtfilter die we gaan doen. Dus je kan zien als je goed kijkt. Dan zie je hoe dun die is. Je kunt gewoon mijn hand er doorheen zien qua schaduw. Voor een nieuwe moeten we die kap eraf halen, dus ga ik even verwijderen en dan ben ik weer terug. Hij zit dus achter deze box. Drie schroefjes en dan zou ik hem eruit moeten. Nou, wat ik dus al dacht. Er zat dus al een BMC filter in. En ik heb nu een KN filter aangeschaft. In principe zijn ze identiek. Maar ik heb dus altijd al met een open luchtfilter gereden. Dus dan niet te min hoeveel ik heb tijd om schoon te maken. Dus ik ga gewoon die erin zetten. En die als spare voor de volgende keer om te wisselen.